De titel van mijn column is 'Goed'. 'Het gaat goed met het land, al dus de koning in de troon rege. Dus moet het waar zijn. Als ik de financiële deskundige mag geloven, ga ik er het komende jaar tussen de 1 en 2 procent op vooruit. Komt dat geëven goed uit voor de gemeente Nijmegen, want daar gaat het niet zo goed mee. Er moet 11 miljoen bezuinigd worden en dat geld moet ergens vandaan komen. Dus mocht ik afgelopen week bij het afhalen van mijn schaatsabonnement bij de kassa van het Triavium beduidend meer betalen dan vorig jaar. En dat allemaal om de stijgende kosten van de jeugdzorg te kunnen betalen. Ik heb het er overigens graag voor over. Paul Eigenhuizen van VoorNijmegen.nu verklaarde afgelopen week tegenstander te zijn van deze contributieverhoging. Ik vermoed niet dat ik volgende maand een telefoontje krijg van het Triavium met de mededeling dat ik een paar euro's kan komen terughalen. Want zo werkt dat niet in Nijmegen qua oppositie. In de raadsvergadering van de afgelopen week werden de eerste schoten voor de boeg gelost om te sonderen waar die 11 miljoen bezuinigd moeten worden. Het leverde voorspelbare voorstellen op. De woorden linkse hobby's. Zullen door de oppositiepartijen niet genoemd zijn, maar de strekking van hun voorstellen liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Zo wil de VVD uitstel van de milieuzone in de binnenstad en is er oppositiebrede voorkeur voor het fors verminderen of zelfs stopzetten van de subsidie voor roosje, om maar eens twee hete hangijzers te noemen. Als de linkse coalitie slim is. Gaan ze mee met het voorstel van de VVD om de Milieuzone voorlopig niet in te stellen? Een gunfactor kan in de toekomst wel eens van pas komen. En ze kunnen het gerust doen, want ze weten drommels goed dat gedeputeerde Jan van der Meer dan hoogstpersoonlijk naar het stadhuis komt om te vertellen dat het Milieubeleid in Gelderland voor geen meter opschiet en dat Nijmegen als de sodemieter die Milieuzone moet instellen en haast moet maken met alle andere milieumaatregelen. Jan kent zijn Nijmeegse pappenheimers als geen ander. Voorlopig is het nog niet goed in Nijmegen. Nee, dan wiegen. Daar wordt het nieuws vooral bepaald door de commotie rond mogelijke bebouwing aan de oever van de meer. De komende jaren krijgt het centrumgebied tussen Kasteel en de meer een volledige metamorfose. Nieuwe woningen Nieuwe functies, nieuwe openbare ruimte, een prachtkans voor wiegen. Van het college mag er aan de oever van de meer een theepaviljoen komen van 10 bij 20 meter, zonder verdieping. Commotie alom. Oppositiepartij CDA heeft grote sandwichborden aan lantaarnpalen bevestigd om aandacht te vragen voor dit naderende onheil. De partij organiseert zelfs informatieve protestbijeenkomsten op locatie, en de wegwijs heeft voor maanden stof om te schrijven. De koning had gelijk in zijn troonrede: als een oppositiepartij zich vooral druk maakt over het tegenhouden van een theepaviljoen van 10 bij 20 meter, dan kan met recht gezegd worden dat het goed gaat met wiegen.